In de nacht van 4 op 5 november is het zover. De Amerikaanse verkiezingen. In het kader van deze verkiezingen houdt de Nassau Scholengemeenschap in Breda een zogenaamde Election Night. Een studentenproject van Avans Hogescholen maakt op initiatief van de Nassau deze avond mogelijk. De verkiezingen zijn van 8 uur 's avonds tot 6 uur in de ochtend te volgen op de Nassau en is voor iedereen toegankelijk. De capaciteit die wij hebben is maximaal 1100 man. Het wordt echt dringen, denk ik. En we zitten nu al meer dan over de 600, wat dus enorm is. Maar goed, we zijn er klaar voor en ze zijn van harte welkom. Maar ze moeten wel inschrijven. De avond staat vanzelfsprekend in het teken van Amerika. Zo is er entertainment en is er een Amerikaanse keuken met hotdogs en hamburgers. Er kan worden deelgenomen aan lezingen en discussies door politici, bekende wetenschappers, politieke jongerenorganisaties en natuurlijk ook vertegenwoordigers van Amerikaanse bedrijven, zoals Amgen en Living Project. En hebben de leerlingen wel een beetje de verstand van, denk je? Nou ja, verstand van is een groot woord, maar het leeft wel heel erg. En zeker omdat er vanuit verschillende invalshoeken aandacht aan wordt besteed. En natuurlijk als je de tv aanzet, dan word je overdonderd door de Amerikaanse verkiezingen. Dus het gaat steeds meer leven en ook steeds meer dat ze er verstand van krijgen. In die zin dat ze weten wie Obama is, wie McCain is, wat nou een democraat is. En dat een democraat links is in Amerika, maar eigenlijk nog rechtser dan onze VVD in Nederland. Dus dat proberen ze bij te brengen nu. En het Amerikaanse kiesstelsel is natuurlijk ook een heel lastig kiesstelsel. Dus ja, daar gaat veel tijd in zitten om dat bij te brengen, maar het lukt. Maar dan hopen we wel dat ze ook allemaal tot 6 uur het volhouden. Omdat dan de uitslag binnenkomt hier in Nederland. 12 uur Amerikaanse tijd, 6 uur later hier. Dus het moet eindigen met een grote election party met de uitslag. Ja, ik wist er nog niet veel vanaf en ik wil graag meer weten over de partijen. En daardoor denk ik, als ik naar die avond toe ga, dat ik dan hopelijk een partij kan kiezen en hoop dat die wint. Je moet gaan stemmen. En op wie denk je dat je gaat stemmen? Ja, ik heb van veel mensen gehoord dat Obama een beetje beter is. En ja, we moeten natuurlijk al kijken hoe dat dan uitpakt. Op de avond zelf kan er ook worden gestemd. Wie van de twee gaat het worden? McCain of Obama? Ik volgens mij op Obama. En waarom? Nou, ik vind dat hij goede punten heeft. En eerlijk gezegd, ik zou eigenlijk niet weten of ik op McCain of op Obama moet stemmen. Want McCain is echt van het oude. Hij wil het oude echt houden. En Obama wil het echt nieuw hebben. Hij wil echt change hebben in Amerika. En volgens mij heeft Amerika wel verandering nodig. Ik denk Obama. Waarom? Ja, je hoort het overal om je heen. Iedereen zit op Obama. En in Nederland zou ik geloof ik 90% al op Obama stemmen. Dus ja. Dat doet Obama heel goed. Hij is heel aansprekend voor jongeren. Hij weet het internet heel goed te gebruiken, misbruiken in zijn campagne. YouTube bijvoorbeeld. Ja, en dat leeft natuurlijk heel erg onder jongeren. Die kijken integraal al zijn speeches terug op YouTube. Dus vervlakking van de politiek is het helemaal niet. Juist meer betrokkenheid erdoor, zou ik zeggen. En dus daardoor denk ik dat de jongeren en gewoon de oudere westerling Obama stemt.